slechte start daar in het midden voor 186. Ruud van der Wijst moet vanaf achteraf gaan beginnen. Was zeker een kans hebben voor een podium bij die open klasse. Vooraan is die ontkeek met hem vertrokken. Brian van Ewijk met Van Kessel. Wauw, Van Kessel springt ze weg naar voren. En kijk, Van Ewijk blokt hem keurig netjes af daar zo. Dit zijn de twee mannen die het gaan elkaar gaan wagen het hele seizoen. Van Ewijk, van Josh, Van Kessel daar voor nu loopt op 2. We gaan kijken wat er gebeurt op 3. Roelof zit daar op 4. Op de 3 positie is het Dominicus. Van Kessel, van Ewijk. Wauw, wat een fotofinish voor die twee mannen.